Goedemiddag, wat hartstikke goed dat ik jullie iets mag vragen. Eerst even je naam noemen, misschien is dat wel leuk. Ja, ik ben Eline en ik ben Amelie. Eline en Amelie. Oké, goed zo. Kunnen jullie even vertellen wat jullie gedaan hebben? Eerst in de klas hebben we erover besproken wie foto's moest maken en wat voor verschillende foto's er waren. En daarna hadden we ook dat we even mochten oefenen met foto's. En daardoor zijn er al allemaal mooie foto's uitgekomen. En toen hebben we thuis dan met een paar kinderen of alleen heb je zelf foto's gemaakt. Ja. En die zijn dan nu hier opgehangen. En waar moesten die foto's over gaan? Over de 17 werelddoelen. Over solidariteit. Juist, oké. En wat hebben jullie hier een foto bij hangen? Ja. Vertel, wat staat erop? Gaan we dadelijk ook nog even op de film zetten. Ik heb mijn beste vriendin gefotografeerd, die met haar hand tegen een boom staat. Oh, mooi. Die zwart-wit foto is dat. Ja, de zwart-wit foto. Het was wel een beetje jammer, want die andere die was helaas te klein. Ja. Maar we hebben zwart-wit gemaakt, omdat we dat mooier vonden. Okay. En zou de zon beter uitkomen. Okay. Ik heb nog met twee hele goede vriendinnen hebben we een foto van ons drieën gemaakt. Omdat één iemand had geen tas en de rest wel. En dat iedereen kon naar school gaan. Wat vond je van dit soort, zoals wij nu les hebben gegeven aan jullie? We hebben iets verteld eerst over de werelddoelen. En toen mocht je foto's gaan maken. En nu hangt het hier, hè, in het echt. Wat vind je daarvan? Ik vind het wel cool dat dit ook, dit is heel leuk, maar ook heel leerzaam. Dus het is wel leuk om dit dan te doen. Okay. Ja, en ik vind het heel belangrijk dat het eigenlijk gedaan wordt. Waarom? Omdat de kinderen moeten weten wat er allemaal gebeurt in de wereld. En wat de doelen zijn. En eigenlijk als iedereen ook maar een klein beetje doet, dan gaan we al veel verder vooruit. En ik vind het gewoon heel erg mooi dat die foto's hier hangen. Uh-huh. Dat kinderen ook een beetje aandacht eigenlijk krijgen. Omdat ze vaak echt best wel goede ideeën hebben. Nou en of? Dat heb ik nu gezien op de foto's. En ja, ik vind het gewoon heel erg vet. Omdat de hele wereld eigenlijk, als je hierin komt, kun je gewoon de foto's zien. Dus eigenlijk de hele wereld zou het kunnen zien. Ja, de hele wereld zou het kunnen zien. En als het goed is, gaan we dit ook uitzenden voor mensen die eventueel vanuit de hele wereld dit kunnen gaan volgen. Hebben jullie nog een vraag over de werelddoelen of over dit soort lessen? Of over... Ik ben wel eigenlijk benieuwd wanneer moesten de werelddoelen ook alweer uitgevoerd zijn. Oké, weet jij dat nog of niet? 2030. 2030. Dat is, eigenlijk is het de agenda van ons allemaal voor 2030. Ja, maar... Dus we zouden eigenlijk nog 10 jaar hebben. Ja, hoe oud zijn jullie dan? Ik ben 10 en bijna 11, dus dan zou ik bijna 21 juist, zijn. Juist. Ik zou dan ook 21 ook 21. Ben benieuwd wat jullie dan aan het doen zijn ja, in 2030. Hartstikke bedankt. Ik vond het geweldig dat jullie dit wilden doen. Hartstikke bedankt.